Daar zijn we weer. Net even geladen in Spijkenisse. We gaan dus nu vanaf Spijkenisse naar Benthuizen rijden. Het is 11:15. 12 graden inmiddels. Bewolkt. Ik heb nog steeds een droge bek. Het is bijna weekend. Ik trek in bier. Even geduld nog voor dat bier. Een uurtje of wat. Maar ik hoop nog vanavond om een uur of 7 toch wel mijn eerste biertje open te trekken. Niet wachten, joh. Leuk dat je erbij bent, dat je met me meerijdt. Nou, als je de vorige video hebt gezien, tenminste als de volgorde staat, dat is een ritje Waddinxveen-Spijkenisse. Ja, die zat hiervoor eigenlijk. Hè. Maar het zou zomaar kunnen dat het in verkeerde volgorde op YouTube staat, want dat gaat niet altijd helemaal goed. We rijden nu nog op bedrijventerrein halfweg. Halfweg 1. En we gaan zo dadelijk richting de snelweg rijden. De A15 op richting de Benelux-tunnel. Daar gaan we ook weer onderdoor. Dat is dan weer de A4.
brug is dit. Hoppatee, mocht je vandoor janken. Hoe je zo daar 15 op. Het is ook helemaal veranderd. Het zag er ook eerst een beetje anders uit. Zes die je hoort. Daar heb ik ook een lijntje heen gegaan. Dat klopt ook, want ik was even mijn camera een beetje aan het bijstellen. Al die hobbels hier. Nou, volgens mij is het wel aardig zo, anders hebben we een pech. Ik kom net even met mijn wieltje even over die doorgetrokken streep, zeg maar. Van de vluchtstrook. Dan gaat hij staan te gillen dat ik mijn werk niet goed doe. Maar gelukkig kan ik dat ook uitzetten. Dat heb ik nou bij deze ook even gedaan.
als je kijkt, gaat hij op een bepaalde manier naar Benthuizen sturen, die ik volgens mij niet wil. Dus daar ga ik even iets van afwijken. Navigatiesystemen zijn leuk, maar ze zijn even niet feilloos. Rij je een kilometer of 10 om. De navigatiesystemen die zijn erop geprogrammeerd dat je de snelste weg pakken. Maar dat is niet altijd de kortste. En als het 1 minuut sneller is, dan ziet hij dat de snelste weg. Nou, ik vind het niet erg om 3 minuten later aan te komen als ik daarmee 10 kilometer kan besparen. Hier ben ik even uit te rijden. Dan gaat u me daar waarschijnlijk maar aan 12 van afgooien. Ik had ook hier de A20 op kunnen gaan, A13. Afstand Berkel naar Roderijs. Denk ik dat dat korter is. Die weg wilde ik eigenlijk nog eerst gaan nemen. Maar dit is eigenlijk ook wel een mooie route. Dan maar een beetje omrijden. Al met al zal het allemaal niet zo heel veel schelen. De keteltunnel, ook nieuw. Gelijk aangelegd met het nieuwe stuk A4 wat is doorgetrokken. Vanaf Delft tot en met de Benelux-tunnel.
van dit stuk weg. Hoef je niet elke keer die hele A20 uit te rijden om het Westland in te komen. Je kunt hier diverse afslagen pakken om daar te komen. Of daar vandaan weer naar de bewoonde wereld te gaan, als het maar heet. Veel tijd en veel files op die A20. Dan kan je richting De Lier, Den Horen. Den Horen ligt aan de rechterkant, hier vandaag gezien. De Lier aan de linkerkant, Schipluiden, links achter mij. En De Lier rij je zo in één keer door ook naar Hoek van Holland. Veel geweest bij de Stena-lijn. Opleggers brengen en halen. Vast over die weg heen om dan de weg weer te gaan vervolgen. Ja, een beetje afhankelijk van waar je heen moet, waar je vandaan komt. Die weg heeft wel veel gereden. Ja, het hele Westland ligt hier aan de linkerkant eigenlijk. Actietje van een mijne grijze Audi die weer in aanmerking komt voor de vlog dubieuze dingen onderweg. Even onthouden op de A4 tussen De Lier en Watering. Die stukjes haal ik eruit en die komen in een aparte vlog te staan. Kijk, al die dubieuze acties van automobilisten aan elkaar plakken. Om zo jou als kijker te kunnen laten zien wat je eigenlijk als
enkele vrachtwagenchauffeur al meemaakt op de weg. Dan zie je er niet eens echt alles. Wat er opzij gebeurt, dat kan ik niet filmen. Nog niet. Daar gebeurt ook zo. Iedereen maakt ook fout in het verkeer of haalt er een actie uit die niet goed is. Er oordeelt ook helemaal niemand erop. Ze doen ze alleen maar dubieus. Ik zag ook wel eens een actie die niet helemaal vlekkeloos verloopt. Knooppunt Ypenburg. Hier ga ik alvast een baan om. Omdat dat straks scheelt dat ik een aantal banen om moet. Als ik dat heel die A13 niet op. Maar je kunt ook nog gewoon rechtdoor. Mensen die dat niet weten, Ypenburg was vroeger een vliegveld. Vliegveld Ypenburg, waar vandaan ook veel zweefvliegtuigen opstegen. Ik heb al veel gezien hoor. Kijk, we hebben een dubieuze actie. Daar gaat een vrachtwagen er even tussen kloppen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Heb je als je haast weg, dan kom je hier makkelijker tussen. Nou, Ypenburg was vroeger dus een vliegveld en dat is helemaal verdwenen. Daar is een redelijk grote Phoenixwijk opgebouwd, woonwijk. Kracht van een wijk overigens. Reden zag je vroeger de zweefvliegtuigen opstijgen, kleine motorvliegtuigjes, geen grote vliegtuigen, die zag je daar niet. We gaan hier richting de A12, nou, daar hebben we tot het rondritje gemaakt, wat eigenlijk niet van plan was, maar toch wel leuk om even zo te rijden en ja, het zal waarschijnlijk wel sneller gaan dan binnendoor, maar je rijdt toch wel iets om. Keuzes die je maakt tijdens het rijden. Ik heb geen verplichte routes ofzo. Gelukkig niet. Nou ben ik eens benieuwd of die navigatie mij straks bij Zoetermeer eraf gaat gooien of afslag Bleiswijk. Kan namelijk allebei.
afslag Zoetermeer, dan stuurt hij langs de Silverdome. Achter de Prisma langs zo naar Benthuizen. En afslag Bleiswijk, dan stuurt hij voor de Prisma langs. Prisma is een industriegebiedje bij Bleiswijk. En dan zo naar Benthuizen. Dat kan allebei. Recht voor ons het Cars Jeans Stadion. Dat is het ADO Den Haag Stadion. Dat al eigenlijk al sinds jaren op het voorpark zit. Leidschendam. Niet meer in de stad zelf. Daar was er wel eens wat om te doen geweest. Maar ik geloof dat iedereen daar toch wel zijn rust in heeft gevonden. Want er is ontzettend veel ruimte daar. En je kan er goed parkeren. En het is toch een mooi ruim stadion geworden. Club. Zal ik nog wel de nodige overlast schelen in de binnenstad? Passeren we Nooddorp. We rijden op de A12 richting Utrecht. Nooddorp laten wij achter ons zo'n beetje. Dan gaan we zo meteen op Zoetermeer aanrijden. Net zei ik, ben benieuwd welke afslag die gaat pakken. Ik kan al hier vandaan al zien dat die afslag Bleiswijk gaat pakken. Is mij om het even. Ik zeg niet hard, dan ga ik er even voorbij.
dat duurt een beetje te lang. Ik rij zelf graag 80, maar geen 79. Dat vind ik dan weer te lang duren. Op een of andere manier, ik weet niet wat het is. Maar we rijden 88 voorbij. Een beetje. Over overige verkeer ook niet zoveel last van. Maar we gaan snel dat ik weer een beetje terugzakken. We willen toch een klein beetje zuinig rijden nog natuurlijk, als het even enigszins kan. Dan moet ik zeggen dat dat bij deze auto wel redelijk tegenvalt, deze trekker. Ik had hem wel zuiniger verwacht. Misschien komt dat nog. Het schijnt dat dat vaak ook na een aantal tigduizend kilometer ineens gebeurt. Dat we ineens zuiniger gaan lopen. Hoe dat dan komt, weet ik niet, dan weer niet. Zover rijk mijn kennis dan weer niet. Maar ik vind het wel apart. Die afslag Zoetermeer, die zou ik ook kunnen pakken. Maar dan krijg ik weer een aantal stoplichten waar ik niet op zit te wachten. Dus ik pak gewoon afslag Bleiswijk. Volg gewoon helemaal de route zoals de TomTom hem heeft uitgestippeld. Weet je zelf de weg dan niet van Spijkenissen? Ja, tuurlijk wel. Ik had hem zelf ook heel anders gereden. In elk geval niet zo. Ja, wat ik al eerder zei is, als hij die TomTom denkt dat dat een minuut sneller is, dan pakt hij die route. Ongeacht of dat nou 10 kilometer om is, ja of nee. Maar goed. Het is vrijdag. Ik ben een beetje lui, al een weekje achter de rug. Dus we komen er wel, ik weet niet. Nooit de trein op heb gezien, eerlijk gezegd. In elk geval niet veel, maar volgens mij nog nooit eigenlijk. Ja. Een soort mislukt project in Nederland. Een van de vele. Daar is onze overheid nog wel goed in om geld over de balk te smijten. Blijf maar werken. Die belasting maar verhogen. Ja, ja. Maar goed, laten we het niet over politiek hebben. Dat zag er reinig uit. En dat ze vlak voor het weekend? Nee, dat willen we niet. Nee, afslag Bleiswijk. Rechts richting Bleiswijk, links richting Benthuizen.
inmiddels zie je de Prisma bij de McDonald's en de KFC en de H2O. En daarachter liggen allemaal bedrijven links. Een aantal hele grote jongens ook. Kijk, het bedrijventerrein hield ook even binnen een jaar of wat even uit de kluiten gewassen is. Wat ze doen zijn, maar zijn we niet zo waas als het een wegverbreding betreft. Dan wordt die aardig geruimd en gevlakt. Of een fietspad, weet ik het. Maar ik denk een wegverbreding. Op die brug steeds meer verkeer. Afslag Zoetermeer had gepakt, had ik nu hier links vandaan gekomen. En dan komen we al wel aardig in de buurt van Bent Hutte. Dus ik zou zo op een brandstofmeter te kijken. Zou wel een slokje in mogen. Ik red het nog wel vandaag, maar als dadelijk blijkt dat bij die pomp het plekje voor de vrachtwagens vrij is, dan ga ik er denk ik toch even een litertje of wat ingooien, zodat ik voor maandag in elk geval weer gesteld sta. Zou het zomaar kunnen zijn dat ik dat niet ga doen. Ik red het toch nog wel vandaag. Gezien het tijdstip ben ik bang dat er het is tegen 12. Dan gaan veel mensen even een broodje halen. En daar hebben ze ook vaak warme broodjes nog. Sausijzen broodjes of kroketjes. Niet voor mij hoor, maar ze liggen er wel. En die worden dan gehaald door mensen. En het is toch verleidelijk om je auto op een plek neer te zetten waar eigenlijk niemand graag wil gaan staan tanken. Het gebeurde onlangs ook daar. De man stapt uit zonder te gaan tanken, dus ik toeterde gelijk. Hallo, ik wil er even bij. Heel verontwaardigd weer die auto ingestapt en een stukje naar voren zetten. Met zo'n blik van wat moet je? Daar heb ik even geen boodschap van natuurlijk. Ik kom erop te tanken, niet om te wachten omdat jij ze nodig vreten moet halen. Nee, er rijdt net een collega vrachtwagenchauffeur op. Dus ik kan daar niet gaan staan tanken. Dat geeft niet. Dan doen we het maandag. Zeggen dat die vrachtwagenchauffeur ook niet staat te tanken. Die stel ik gaan vreten te kopen. Ik zag hem namelijk al lopen. Nou, het kan nu nooit nu al vol zijn als je het aan kan rijden. Ja, dat is best irritant. Dan verdien je wel geld op je broodje, maar niet meer op je brandstof. Want ja, ergens anders kan gaan staan tanken, doe ik dat natuurlijk. Hey, we zijn er. Ik zou zeggen, toedeledokie. Groetjes.